Wat we merken in de techwereld, maar in sommige andere industrieën ook, is dat in communicatie, maar soms ook gewoon in de ziel van het bedrijf, de emotie ontbreekt. Dus dat is heel functioneel, zowel qua organisatie als qua communicatie, als in het product zelf. Alles is heel functioneel, waardoor dat je in een situatie terechtkomt. Je lost wel heel veel problemen op met je app of je andere oplossing. Maar soms weten de mensen zelfs nog niet eens dat ze dat probleem hadden. Dus die emotie gaan inbrengen, zowel in het product als in het merk, vinden we heel belangrijk om de juiste consument te kunnen bereiken. Het is natuurlijk een sector waarvoor dat brandmarketing betrekkelijk nieuw of iets is wat heel ver van onder comfortzone ligt. Maar een keer als je daar dan mee bezig bent, ja, zie je wel dat de impact daarop, dat echt wel een verschil maakt. En dan is iedereen daar veel aan mee. Maar dat is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld de parfumbranche of waar dat emotie natuurlijk al van de jaren 50 meegaat. Ja, het blijft wel zo. En inderdaad, er zijn veel sectoren die nog niet goed weten wat dat brandmarketing is of die er nog niet actief op inzetten. Maar wel, overal waar wij binnenkomen, zeggen die na een paar maanden, bam, en er heeft gewoon het bedrijf veranderd door dat brand te gaan zetten. Nu weet iedereen plots waarom dat we dingen aan toe zijn en waarom dat geel is en blauw en waarom dat we die zinnen gebruiken en niet meer dat gebruiken. Dus dat is wel cool vertoren. Dus we denken dat het echt aan belang aan het winnen is in de toekomst ook. Tot voor kort was, ja, maar we hebben toch een Instagram, we doen toch aan brandmarketing. En nu begint iedereen wat meer en meer te snappen van, moet eerst een keer in die core gaan kruipen en dat in alles wat je doet gaan vertalen, niet enkel in een product. Als je zelf advertising op je telefoon krijgt, moet je een keer opletten hoeveel keer dat je advertenties ziet voor apps die heel functioneel zeggen, wij lossen dit probleem op. Of de app die dit doet. Een keer als apps die een stap zetten om te gaan nadenken van, ja, maar onze consument, hoe gaan wij zijn of haar leven gaan beter maken? En vanuit die emotie die een kwinkslag gaan maken en eerder vanuit die why gaan vertrekken, dan zeggen wat dat ze doen of hoe dat ze het doen, dan zijn ze eigenlijk al een stap aan het zetten richting het beter en het goed te doen. De Blovi Entrepreneurs Summit vond het echt wel maf wat hier toekomt. Ik ben een beetje verschoten van de grootte. Zo'n evenement. Heel tof. Leuke standhouders ook. En ja, het programma vinden we wel quite impressive, al die namen bij elkaar. Ook veel, hè? Het zijn wel veel namen. Ja, het is echt cool. Het is ook na zo'n lange periode waarbij er zo heel grote evenementen niet mochten, is het wel cool van nog een keer echt op zo'n gigantisch podium te staan voor zo'n grote zaal. En terug wat mensen tegen te komen, ja, die je al even niet gezien hebt door. Ja. Ja, merci voor de uitnodiging.